Goedemiddag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. En deze aflevering die staat helemaal in het teken van het baanwielrennen, meer bepaald de Zesdaagse van Gent. Want van 14 november tot en met 19 november is die Gentse Zesdaagse live te bekijken bij ons. En dus blikken we vooruit met mannen die de Gentse Zesdaagse als geen andere kennen. Onze co-commentator en analist Frank Hosten. En een ex-pistier die tegenwoordig bondscoach is, Kenny De Ketelen. Dag, mannen. Hallo. Kenny, jij hebt 24 meerdaagsen gewonnen, om het zo te noemen. Vijf keer in uh, Gent, Europese titels in verschillende nummers. En wereldkampioen ploegkoers in 2012. Nu aan de slag bij Belgian Cycling als uh, bondscoach. Is die overgang eigenlijk vlot verlopen, Kenny? Um, goh. Al bij al viel het wel mee, maar ik ga zeker niet wegsteken dat het in het begin een beetje zoeken was. Uh, ik ben er eigenlijk de eerste weken uh, als een gek ingevlogen. Uh, ik had wel een heel grote hindernis. Uh, en dat was, um, ik uh, werk eigenlijk naast een hoofdcoach, Tim Carswell, de Nieuw-Zeelander. Maar er was van alles te doen uh, rond uh, dat werkvisum. Uh, en dat heeft geduurd tot eind maart eer dat Tim effectief in België was. Dus uh, mijn eerste drie maanden zat ik gewoon heel de tijd online te vergaderen met Tim. We moesten elkaar leren kennen, we moesten onze job leren kennen, de interne keuken bij Belgian Cycling leren kennen. En je zit met twaalf uur uurverschil, dus dat was altijd een periode, een tijdspan tussen zes uur s morgens en tien uur s morgens, En dan zes uur s'avonds, tien uur s'avonds, dat waren onze werkuren. Dus ja, uh, in, in, gewoon al in uw privéleven uh, bracht u dat al redelijk uit, u, uit uw ritme. Ehm... Uh, en, en ja, gewoon, ja, het feit dat ik uh, in het begin allemaal alles al zelf moest beginnen oplossen, zonder hem dan, uh, maakt het wel wat moeilijk. En uh, ik heb daar dan eventjes wel direct een weerslag van gehad. Maar ik heb redelijk mijn, uh, ja, mijn voeten aan de grond weer al gekregen. En eens dat Tim in België was, is dat heel vlot gaan. Ja, ja Twee jaar geleden nam je afscheid van het uh, ja, actieve baanwielrennen, Kenny. Ja. In het Gentse Kuipje, daar waren wij getuigen van, uh, Frank. Met die fraaie erehaag toe ja. uh, voor Kenny. Dat was wel uh, spectaculair toen hij daar. Uh... Met zijn fiets door die gasten, allemaal die met, met het voorwiel naar boven stond en hij daartussen, dat was wel, uh, dat greep mij ook aan. Dat hebben ze nooit voor mij gedaan, maar als je dat als renner die stopt meemaakt, denk ik wel dat dat uh, iets doet van binnen. En bovendien was het met uh, eindwinst, hè? Samen met ja, ja daar nog een keer bij. Hij ja, was natuurlijk nog, nog winnaar geworden, maar dat winnen was hij al gewonnen in Gent, dus dat was eigenlijk niet nieuw. Maar dat afscheidshaagje dat hij daar uh, voor zich uh, kreeg, dat vond ik wel uh, spectaculair. Dat greep mij wel uh, echt aan. Ja, dat is altijd indrukwekkend. We hebben het met Tedio Keijzer vorig jaar ook gezien natuurlijk. Bij jouw afscheid heb jij ook gezegd, Kenny, ik wil wel eens acteren. Hoe zit het eigenlijk met die plannen? Nog geen enkele sollicitatie binnenkort. Ik heb ook niet echt proactief op zoek gegaan. Maar ik dacht van ja, nu is wel het moment om zo'n keer iets te droppen. Maar ja, nee, ze hebben mij nog niet nodig. Maar je kan het ook gewoon bij de job van bondscoach houden natuurlijk. Ja, wel voilaf, Soms ook al een beetje acteren, zegt maar um, ja, uh, dat moet toch uh, van alle markten een beetje thuis zijn. Uh, we hebben een, uh, een heel brede kern ondertussen. Uh, ook een, uh, een soort van opleidingsteam waarmee we, dat we proberen te werken. En uh, daarin zitten heel veel persoonlijkheden. Dus om met al die persoonlijkheden om te, om te kunnen gaan, moet je eigen toch ook wel dikwijls een beetje aanpassen. En een beetje, soms een beetje inhouden, soms al wat uitbundiger zijn. Dus uh, op een of andere manier kun je het misschien ook wel acteren. Noemen. Yeah. Frank, voor de luisteraars en kijkers die misschien niet echt vertrouwd zijn met het concept van die zesdaagse, kan jij eens even zeggen hoe zo'n avond er, eruit ziet? Wel, een avond ziet er eigenlijk vrij ingewikkeld uit. Als je dat ziet, wat nevennummers er allemaal zijn, en die toch allemaal zeer belangrijk zijn. De mensen die naar de zesdagen komen kijken, voornamelijk in Gent, dat is de ploegkoers. De ploegkoers is het koninginnennummer altijd van de avond. De eerste ploegkoers van de avond, dat is, zit iedereen op het puntje van zijn stoel... In de VIP-tenten gaan niet te veel mensen niet meer zien. Die zitten allemaal op de, op de zitbanken te kijken naar de ploegkoers. Die nevennummers daarentegen, dat was vroeger minder belangrijk. Maar dat is nu zo belangrijk geworden dat je daar eigenlijk je punten kunt verzamelen. voor ook die ook meetellen voor een bonusronde te krijgen. Dat was vroeger niet het geval. Dan kreeg je alleen maar punten. En als je dan meer punten hebt over je concurrent. en je stond in dezelfde ronde, dan stond je gewoon voor hem. Maar nu krijg je, als je honderd punten hebt, verzameld en in de nevennummers. Krijg je dan een bonusronde voor en begint alles terug opnieuw. En dat vind ik wel spectaculair, omdat dan die renners, vroeger in een afvalling zag je soms rijden dat ze 45 per uur reden. En van achter zat ze dat wel zout te verkopen, maar nu rijden ze we wel meer of 50 per uur tempo in een afvalling. Dus als je daar wilt blijven, dan moet je wel tot het uiterste gaan. En dat, dat komt door die punten die zo belangrijk geworden zijn. Ja. En de ploegers uiteraard, maar. Dat is altijd belangrijk geworden. Maar die nevennummers is, is in dat concept, vind ik, uh, formidabel. Je blijft geboeid kijken de hele avond. Ja, en zo... hey, dat is voor ons ook, als wij commentaar moeten geven, en je ziet dat er boven dik oplicht, dat ze uh, aan het spelen zijn, ja, dan kun je ook niet de spanning inhouden. Buiten nu is dat toch wel, uh, ja... En dan die, die tijdritten die 500 meter aan die baanronde, ja, dat is... De kronen loopt, hè. Je kunt ook niet zeggen, ik houd mijn max een keer daar aan af of werken als je de laatste staat als verdette, dat gaat niet. Dus je moet ook vol gaan in die nummers. En dat vind ik wel goed. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk echt een uh, spectaculaire opeenvolging van, uh, van een aantal nummers. En zo vijf avonden na elkaar. En dan die apotheose op zondag, uh, Kenny, waar het ook altijd wel uh, de moeite is. Ja, klopt. En uh, rekening houden dat, uh, dat je vijf uh, nachten gekoerst hebt. En dan zondag is een, uh, een kort nachtje. Moet je ineens... Uh, om één uur al aan de bak, dat, dat doe ik wel iets heel speciaals met je lichaam. En dat wordt dan zodanig opgebouwd naar die finale rond vier, vijf uur. Uh, terwijl dat anders nog gewoon zit van uh, aan de ontbijttafel te zitten. Zij je dan uh, weer het beste van jezelf aan het geven. Dus uh, ja, het is een heel uh, speciaal concept. Ja. ja, jij had een uh, ja, verblijfplaats in Gent waar je altijd terecht kon. Hè? Ja, klopt. Uh, ik had een soort van wielervader, zeg maar. Want uh, ik ben zelf uh, ben opgegroeid zonder zonder papa, daarmee dat dat zo. Snel een wielervader genoemd wordt. Mijn vader is heel vroeg overleden. En uh, dat was bij Eddie Verbust. En uh, hij was ook mijn, mijn verzorger toen tijd. Ik ging elke week bij hem twee, drie keer langs om uh, gemasseerd te worden. En hij had al ervaring van uh, Danny Clark in de tijd, uh, Matthew Gilmore, die daar altijd bleven slapen tijdens de zesdaagse. En uh, voor mij was dat dan niet anders. En vanaf mijn eerste tot mijn laatste heb ik altijd bij Eddie verbleven. Ja. En dat was ja. Voor ons was dat, was dat een, uh, een hoog week. Uh, niet alleen het hele concept van, uh, van, het, van het wielerevenement, maar gewoon uh, de vriendschap tussen, tussen Eddie en mij. En uh, ja, gewoon het plezier dat we daarin beleefd hebben. Dus, dus, ja, dat was fantastisch. Ja. Dat is wel iets dat ik uh, vorig jaar wel gemist heb, dat weekje, Eddie. Ja, dat geloof ja. ik. Hoe kijk je eigenlijk terug op die afscheidszesdaagse van jou? Goh, die was uh, heel speciaal. Hè. Um, ik was er wel echt wel klaar voor. Ik had, uh, ik had dat gevoel al op de Spelen. Uh, op de Spelen wist ik ook van, kijk, ik heb hier alles gedaan. En voor, voor de start van de wedstrijd wist ik al gelijk welk resultaat ging ik ging aanvaarden. Omdat ik wist dat, dat, dat ik alles gedaan had dat ik kon doen. En ik heb dat heel vlot kunnen doortrekken die, die maanden daarna. Ik bleef zo op een wolkje van, oké, okay, we gaan alles hier voor een laatste keer gaan doen. En dan op dat WK, uh, net voor uh, de, de Gent Zesdaagse, neem ik zilver en brons. Dus ik wist, ja, ik ben nog altijd top. En in de Zesdaagse was dat, was dat niet anders. Um, en ja, dat winnende afsluiten, ik... Oh, voor mij hoefde dat eigenlijk niet. Dat klonk heel romantisch en zo, maar ik, ik wou, in, in principe ging ik niet daar afsluiten, ging ik afsluiten in Rotterdam twee weken later. Maar dan door de COVID-pandemie is dat ook weer afgelast geraakt. Dus het schijnt effectief mijn laatste zesdaagse geworden. En om die dan winnend af te sluiten, dat was, ja, dat was eh, formidabel. Ik heb daar ook nog dingen gedaan. Ik heb daar een paar rondes nog gedaan de laatste twee dagen. eigenlijk die robben dat altijd. En dan wou Robbe ineens dat ik dat deed, gewoon omdat het volk wat aangevuurd om mij aan te moedigen ik was er zodanig in een roes geraakt en ik had daar dan een tijd ge... de laatste dag win ik nog de baanronde. ik heb nooit een tijdrit gewonnen in de zesdaagse <laughs> hey, toch niet als afwerker ik heb heel veel gewonnen tijdrit met Moreno de pau wonnen we bijna altijd maar hij was het speerpunt hij had de snelheid en toen was ik het ineens dacht ik dacht van oh man wat is dit hier ja. <laughs> dat was dat is heel speciaal ja. nee maar als ik daar maar op inpak ik kan niet heb je dan niet als je dan zegt ik stop ermee, en je voelt dat je nog dat allemaal kunt ik zou er echt overwegen om nog een jaar door te gaan. Heb jij dat nooit, nooit gehad? Als ja. je nog zo goed bent, de manier waarop je dat niet uitlegt, dat je eigenlijk dingen kwaliteiten bij kreeg met ouder worden en dan nog een zesdaagse kunt winnen en dan zeg ik stop. En ja, ik, vind, ik zou dat nooit doen als, als renner. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ik, heb, ik voelde wel dat ik minder en minder werd. Ik heb het nog een jaartje uitgehouden, maar dat was ook niks meer eigenlijk. Dat was een jaar te veel. Bij hem is het juist omgekeerde. Mm -hmm. Hij stopt eigenlijk als hij nog kwijt niet goed is. Maar stoppen dus... op een sportief hoogtepunt, ja, maar, Frank, daar okay, dromen maar... vele van. Mm -hmm. Je moet er echt wat karakter voor hebben. Het is niet vele gegeven, natuurlijk. Nee, 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 nee inderdaad. Ik, ik doe er mijn noeten voor af. Als je kunt zeggen, ik stop nu, en je kunt nogal dat geld verdienen als stopper, en je zegt, ik stop, want je weet dat je terugvalt op een, op een salaris die toch een stuk minder is of als je renner bent. Dus daarom mijn noeten af voor dat te doen. Ik zeg, ik stop nu, ik, ik stop ermee. Mm -hmm. Dus wat je daarnet zei... Ik vind dat wel straf. Dat ja, had natuurlijk twee luiken aan dat verhaal. Hè. Het ene, de ene kant was um, dat ik voor mijn eigen heel duidelijk al had uitgemaakt. Het enige wat ik nog wil najagen om verder te gaan doen, zou een Olympische medaille zijn. Maar dat zou betekenen dat ik nog drie jaar zou moeten doordoen. En niet één jaar. Dat is al een stuk langer natuurlijk. En um, okay, een wereldtitel is ook fantastisch. Hè. Ik, ik, ik zou er alles voor gedaan, nog een tweede titel binnen taal. Maar om heel dat proces van al dat opladen en al die opofferingen nog eens. Te gaan doen, dan zou dat echt enkel voor de spelen mij gelukt En dan een periode van drie jaar kon ik mijn eigen niet garanderen. Dan ga ik dat nog ook nog altijd kunnen. En dan langs de andere kant ja, kwam de opportuniteit daar dat er een plek was als, als bondscoach. En ze hadden mij daar dan al naar gepolst. Dus uh, uiteraard uh, gaf mij dat dan ook weer al een heel mooie weg. En ik besefte ook heel goed: als ik nu nee zeg en er komt iemand op, uh, op, op die, die plek die die functie fantastisch goed doet, ja, dan hebben ze mij de komende jaren ook niet meer nodig. Dus het was een beetje schipperen tussen uh, oké, okay, wat gaan we in de toekomst brengen en welke opportuniteit is belangrijk? En ook van ja, wat zijn mijn mogelijke doelen nog en is dat haalbaar? En dan kon ik daar heel snel wel een, een nuchtere balans in opmaken en uiteindelijk ja, ff, op die manier stoppen. Ja, het is natuurlijk nog een droomde stop geweest en mensen gaan mij altijd misschien herinneren als een winnaar op die manier. Dus ja, dat is wel inderdaad, leuk. dat is wel een feit. Ja. Ja. Wat Gent specifiek maakt, uh, Kenny en Frank, is de piste in het Kuipje, die is Korter dan uh, op andere plaatsen. Normaal gezien een competitieve wielerbaan 250 meter. Ja. In Gent 166 en enkele centimeter. Uh, centimeter. Dat maakt het ook extra spectaculair. En daar dan nog eens ja, bij momenten dat uitzinnige publiek uh, in Gent. Bij... Is, is dat de magie van het kuipje, Kenny? Ja, absoluut. Hè? Um, ik denk het grote verschil. Als je dan uiteindelijk kun je de zesdaagse vergelijken met andere zesdaagse. Maar in Gent wordt het middenplein het echt gevuld met het volk ook. En vanuit het middenplein ontstaat er zo'n grote ambiance, die, ja, omdat die zaal zodanig klein is... Ja, klein, er gaan wel zes, man binnen, maar dat, dat voelt zodanig klein aan dat dat, ja, dat, dat kolkt. Hè. Dat is ongelooflijk, hè. De, de sfeer die daar... En in andere zesdaagse zetten ze het VIP-gebeuren meestal op het middenplein. Dus die, die sfeer komt daar niet uit en dan heb je een heel andere vibe in zo'n Zesdaagse. Um, en plus, ja, die, 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 de piste is zo klein, je zit er zo kort op. Um, en de snelheden die die renners daar al, dat is, dat is eigenlijk hè, dat is waanzinnig. Hè, als je hoort dat ze daar boven de 70 per uur pieken op, op een wielerbaan die 52 graden stijl is, dan moet je maar een keer gaan naast staan, dat is bijna een muur hè, dat we oprijden. Dus ja, dat is ongelooflijk. Hè. Ja. No. Die snelheden, ja, Lindsey Velder hebben we het uh, bijvoorbeeld zien doen vorig jaar. Twee keer het uh, record gebroken op de, op de baanronde tijdens die zesdaagse. Samen met Robbe Gijs is hij de, de titelverdediger uh, deze keer. Zijn zij ook uh, favoriet om hun titel te verlengen? Bah, ik denk het wel. Hè. Um, ze hebben een zwaar heel goed op 2K. Ze wonnen bijna goud. Uiteindelijk vallen ze in de laatste ronde. Per een rondetijd vallen ze gewoon van het podium zelf. Maar het zat zo kort op elkaar dat, er, ja, dat het alle kanten op kon. Um, en ik denk vooral ja, de factor Robben Gijs die wint nu drie jaar op rij. De Zesdaagse is Natuurlijk met dat COVID-jaar daartussen. Dus over vier jaar, de laatste drie edities, heeft hij alle drie gewonnen. Ik denk dat enkel Patrick Circuit hem heeft al voorgedaan. Ja. Dus als die nu een vierde keer op prijs zou winnen, is hij daar eigenlijk recordhouder in. Ik heb dat een keer gecheckt. Um, dus dat maakt sowieso al, ja, die heeft de code gekraakt van de zesdaagse. Van hoe hoe moet, moet ik die zes dagen winnen? Um, ja, en aan de andere kant, uh, je hebt wel een paar jongere gasten die. Meer en meer de neus, de neus aan het venster uh, duwen. Ik, ik ben echt heel benieuwd naar uh, Jules Hesters en Fabio van den Bossen. Oorspronkelijk voorzien elk met een andere partner. Uh, door een valpartij van Benjamin Thomas. Wat heel jammer is, want dat is voor mij de beste pistier van het moment. Mm -hmm. uh, wereldwijd. En uh, ik was wel benieuwd wat hij met Fabio zou kunnen. dat zou wel, dat voor mij dan wel de topfavorieten geweest zijn, misschien. Maar goed, ja. kijk. Uh, het zal een heel open wedstrijd zijn. Ik denk dat de top 5 van het afgelopen WK aanwezig is. Dus. Uh, ja, het zal wel vuurwerk geven, hoop ik. Ongetwijfeld Robbe Gijs. Uh, Frank, die hebben we gezien op de persconferentie bij ja. de voorstelling van de zesdaagse. En die gaf daar wel mee dat uh, de zitvlakblessure waar hij mee kampt en die hem uit de vuelta uh, hield. of waardoor hij heeft moeten opgeven in de Ronde van Spanje. dat hij wel lang aangesleept heeft. Hè? Dat hij daardoor toch wel, allee, dat voelde je, met wat twijfels aan de start komt in de ronde. Ja, ja, ik had ook de indruk dat zijn, 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 zijn uitleg gisteren. Op de persconferentie dat hij toch niet 100% zelfvertrouwen had met die dat hij later kunnen beginnen trainen is en dat dat toch ofwel is het, zoals topatleten soms doen een parapluutje uitsteken, zich indekken als het minder moest zijn dat hij iets heeft voor ja het is door de zitvelke vlakke blessure dat ik eigenlijk wat minder ben maar uh, ik denk dat hij wel goed zal zijn want anders gaat hij uh, ja Gaat hij echt uh, zeggen, ik, ik doe niet mee? Want uh, ja, als je zegt, uh, kan niet zeggen, als je drie keer wint, dan kun je niet heel vrolijk over van een nu op vijf of zes ronden eindigen. Dus uh, ik denk echt wel dat, uh, dat hij goed zal zijn. Ja, en de ervaring van Gijs en dan het uh, ja, toppresteren van de velder, want die is echt wel, uh, wel goed hè, op dit moment ook. Die ja. heeft er een echt doel van gemaakt, die focus is er, dat merk je aan hem. Ja, Lindsay is uh, de laatste twee jaar echt enorm, nou eigenlijk de laatste drie jaar enorm gaan evolueren. Hè. Dus, vooral op mentaal vlak. Hij heeft dat altijd al in hem gehad. Uh, dat is een echte raket geworden. Hè. De sprints dat hij op het WK in Glasgow dat hij uit zijn mouwen schudde. Hij moest eerst nog een, een, een kloof overbruggen van 20 meter. En dan vloog hij nog over, over acht man die voorop reden om, om, om dan nog volgende punten te eindigen. De acties die hij daar uh, toonde. Dus ja, van, uh, van, van, van het hoogste niveau. Hè. En uh, vorig jaar in de zesdaags heeft hij ook. Uh, was hij ongetwijfeld de beste man in de, in de piste, de week lang? Ik heb, hem, ik heb hem geen enkel moment zien verzwakken, eigenlijk. Dus uh, ik denk dat hij. Hij is nu wel wat ziek geweest en zo. En uh, hij begint zo weer zo zijn eigen zelf te worden, van oh, weer wat twijfelen en zo. Maar dat, ik denk dat vanaf. Ik ook de indruk dat ja. hij ook een beetje onzeker overkomt. Ja, ja, ja. ja. Maar hij is een beetje een eigen alintie dat hij. Uh niet zo zelfzeker nee. overkomt, maar dat hij wel doet altijd in de wedstrijd. Ja, hij is, hij is ook gewoon heel bescheiden en dat siert ja, hem ook ja, gewoon. Vandaag, he. Ik vind ja. dat wel heel mooi. Ik vind een heel mooi atleet. Een heel uh, immabele jongen. En uh, ik hoop uh, dat sowieso... Ja, ik vind, vind het tof als, als de Belgen aangemoedigd worden. Maar uh, Lens is ook iemand niet die zo voor de sfeer zal gaan zorgen, maar ik hoop dan dat de Gentse publiek hem ook wel zo in het hart kan sluiten en uh, dat, dat, hij, dat, hij, dat hij de aanmoediging kan krijgen die hij verdient, want uh, dat is echt... Dus, wat hij op training soms doet, dan staan wij er allemaal zo naar te kijken. Ik heb het zelf meegemaakt. We worden soms kwaad op hem. Omdat hij gewoon zodanig hard rijdt. Dan zeg je van, kom, stop het. Ga gewoon naar huis. gaan we de weg gaan trainen. Wij gaan hier verder doen op de piste. Alleen. Ja. <laughs> en toen was dat enkel op training. nu doet hij de wedstrijd ook. Ja. Ja. Straffe kerel. Um, je haalde het al aan. Dat duo dat heeft ja, een, een soort van trauma opgelopen op het, uh, op het WK. Mm -hmm. Door die vierde plaats. Dat verwerkingsproces is ook nog wel al altijd aan de gang. Gelukkig zijn er ook uh, nieuwe doelen die je kan stellen met de Olympische Spelen volgend jaar. Ja, zeker weten. Um, ik had natuurlijk ook veel liever gezien dat ze de regenboogtrein wonnen. Maar langs de andere kant, die en is zodanig groot. En dan gaan ze op de Spelen misschien nog dat beetje meer willen, nog meer specifieker willen voorbereiden, nog meer op de, de, op de details gaan kijken. Uh, natuurlijk, ja, ze, ze, ze moeten nu nogal nog geselecteerd worden, maar ja, ze hebben dat natuurlijk. Um, een heel mooie voorzet gegeven. En, uh, ik denk dat we op de spelen, op de ploegkoers sowieso een, een, uh, ja, een realistische kans hebben op een medaille. We hebben meerdere renners die daar, uh, die, die kunnen halen. Want uh, mocht zeker niet vergeten het 2K dat Fabio van den Bossen rijdt. Die was uh, op 2K ja, ook wel echt wel bij, de, bij de betere van de baan. Omdat hij in, in Tom Numen die punten naar nog. Ik denk dat hij 5 winstrondes nam. Dat was, dat was ja, op, op 100 ronden tijd. Elke 20 ronden dat hij weer 20 punten beet, hè. Dus dat was een ongelooflijk straffe prestatie. In de puntenkoers pakt hij ook nog brons. Dus uh, ja, we hebben een heel goed team. En uh, ik denk dat die enorm, enorm hongerig gaan zijn. En, uh, plus nog eens, ja, uh, ik denk dat ze allemaal wel meegeleefd hebben in de Spelen van Tokio. Werden we ook vierde. Dus dat is zo'n beetje ja, die traumatische vierde plaats. Daar moeten we echt wel vanaf. En uh, ja, we gaan er alles aan doen om dat in Parijs weg te vegen. Ja, inderdaad. Ook Lotte Kopecky. Lotte Kopecky lijkt te neigen naar uh, de Spelen. Uh, Kenny. Ze wil er misschien wel een doel van maken in plaats van de Tour. die kort daarop volgt. Uh, ik geloof dat de Tour start na, dags, dags na het ja. Omnium uh, voor de vrouwen. Klopt. Maar ze wil nog niet precies zeggen waar ze, waar ze voor kiest. heeft het nog in beraad, hebben we de indruk. Hè? Nee, ja, maar het is sowieso duidelijk dat ze uh, volle prioriteit aan de Olympische Spelen geeft. Uh, wat dat mij ook logisch lijkt. Hè. Ze heeft uh, uh, verschillende onderdelen waar ze toch wel hey, zowel op de weg als op de, op de pistekansen. Uh, een medaille pakken. Maar uh, ja, het feit dat die tour de dag na het Omnium begint, is, is echt wel lastig voor haar. Dat gaat een enorme logistieke ambetante zaak zijn uh, om, om dat te halen. Uh, je zou denken: ja, de Spelen zijn in Parijs, ze zijn in de buurt, maar dan ligt die start in Rotterdam, wat dat toch vijf uur rijden is. Dus ja, goed, uh, ik moet gelukkig niet uh, mee in die logistieke uh, boot stappen. Dat, dat zal voor haar ploeg zijn. Maar uh, haar focus zal er wel zijn. Ze heeft dat al getoond in Glasgow, dat ze een heel lange periode op topniveau kan blijven, hè, want zat daar al die tour, dan die ganse week met al die verschillende ondernemen op de piste, dan nog dat WK op de weg na al twee wereldtitels te pakken, en moet toch maar de focus blijven houden, wat mij, dat mij echt wel kan inbeelden dat dat niet simpel moet zijn. Uh, en ik zie daar dat op de Spelen wel uh, opnieuw doen. Ja, want inderdaad, je had het al aan. Het is niet alleen wereldkampioen op de weg, maar ook in de puntenkoers en in de afvalling. En ze komt naar, naar Gent, Frank. En het is altijd wel indrukwekkend hoe Lotte Kopecky de voorbije jaren toch ook die, ja, die nummers domineert. Zo simpel is het. Ja, ze rijdt twee keer rond in de puntenkoers. Dat ja, zegt genoeg. Dat is onwaarschijnlijk. Wat Kenny zegt voor de tour. Ja, ik heb ook Lotte Kopecky al eens gehoord uh, zeggen op, uh, op radio en tv dat ze toch in de tour denkt van niet de prestatie te kunnen neerzetten van vorig jaar. Omdat ze toch een paar aankomsten bergop heeft. En ...denk ik dat ze eigenlijk maar komt om te winnen. De Tour te winnen. En dat voelt ze aan dat dat moeilijk zal zijn. Met volle ring daarbij zal dat toch iets moeilijker zijn. En binnen dezelfde ploeg. Dus ik denk dat ze voor de Olympische Spelen zal kiezen... ...en die Tour zal, zal skippen eigenlijk. Dat is, dat is mijn voorgevoel. Alhoewel, ja, als ze naar een Tour komt... ...voor de organisatie is dat een droom. Hè. Als je de wereldkampioen aan, aan de start van, van die ronde krijgt. Maar voor haar zelf... Zij komt alleen voor te winnen. Dat is nu haar, haar object. Iedere wedstrijd, als ze nu rijdt op de weg, is voor te winnen. Mm -hmm. En als ze voelt dat, denk ik dat ze gaat wegblijven. Ja. En dat ze gaat kiezen voor Olympisch kampioen te worden. En Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Het is ook het moment in haar carrière. Ze kan dat dat al vier het kan. jaar is dat maar. En de tour is er ieder jaar, dus volgend ja. jaar kan ze weer. Dus, uh, Na het jaar dat ze nu achter de rug heeft? Uh... Ze is wel al 28, hein? pas op. Ja. Ja. Dat is niet gezegd als ze over vier jaar niet kan, maar ik denk dat het. Uh absoluut een moment is. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Mm -hmm. Lotte Kopecky, ook uh, haar zien we dus aan het werk op de zesdaagse. Terug naar de mannen. De titelverdedigers die kwamen al aan bod met de wereldkampioenenploegkoers. Die komen ook. Jury Havik en Jan-Willem van Schip. Ja. Zij uh, grote concurrentie voor de Veildergeis? Normaliter wel. Uh, het is nu wel zo. Ik heb uh, Jan-Willem van Schip nog nooit echt zien flitsen in het kuipje. Uh, het is ook niet gemakkelijk voor hem. Hij is uh, een boomlange atleet. En op die kleine baan is dat zeker geen voordeel, want uh, die, die voelt de G-krachten, denk ik, dubbel zo hard dan, uh, dan, dan bijvoorbeeld Fabio van den Bossen, die, die hopen al 60 kilo weegt. En uh, Jan-Willem zal wel een atleet zijn van uh, uh, vlot in de 80 kilo, en hij is dan nog eens zo groot ook. Dus uh, dat is zeker niet zo, niet zo simpel, maar ik, ik, ik hoop, en ik kan me wel inbeelden, dat hij hem enorm goed zal voorbereid hebben. Zij rijden dit weekend in uh, Denemarken een uh, driedaagse, waar ze zich toch al eens... Uh, ja, en in, in het ritme kunnen werken. En um, ja, het, het zou wel mooi zijn om de regenboogtrui mee te zien strijden voor, uh, voor de overwinningen. Ja, Jurie Havik, uh, Frank, dat is ja, een topper die we de voorbije jaren daar ook aan het werk hebben gezien. En ook een smaakmaker. Hè. Herinner je het nog van uh, shirt uit en zwaaien <laughs> vorig jaar? Dat hij daar uh, zijn ja. shirt even uittrok, uit liever, en uh, het publiek ging entertainen? Ja, inderdaad, dat is, uh, ja, is zo'n beetje. Een publiekstrekker die, die, die kan er wel sfeer in krijgen, maar zoals uh, Kenny zegt, Juri Havik. Ik ben ook groot. Ik weet in Gent, als je die van onder uh, rijdt en je zij de ronde aan het pakken, dat je je fiets begint te schudden en te beven aan alle kanten. En ik denk bij Juri Havik dat uh, bij, bij uh, Jan-Willem van Schip zeker het geval zal zijn, want die heeft een frame die nog uh, drie centimeter groter is dan het frame waar ik mee reed. Dus uh, ik denk uh, dat dat voor Gent uh, voor hem wel een handicap is. Ja. ja. Hoe vaak heb jij eigenlijk uh, de Gentse zesdaagse gereden? Ik, heb, um, ik denk bij de amateurs uh, drie keer en uh, drie keer bij de profs. Ja. Want jij hebt vooral een palmarès op de weg natuurlijk, maar ja. als Gentenaar kon je niet anders dan. Ja, dat uh, op was de piste eigenlijk er, ook een beetje het, het probleem. Als je een goede ze hebt, wilden ze per se dag in Gent ook op de piste rijden. En alle grote renners reden toen ook op de piste, ook de Vlaming, ook Merckx. Dus ik heb uh, ook op de piste gereden om die reden, maar in feite was dat niet mijn ding. Ik was echt geen geen epistee, ala Kennedy Kettle en Neil Yokaise. En Etienne de Wilde tournee. Ik kon wel mijn plan trekken, omdat ik een geweldige basis had van de weg, natuurlijk. Ik, had, ik heb een paar keer de ronde van Frankrijk gereden. Dus je hebt wel, heb wel fond. Maar echt dat technische ding, als je zo'n ploegkoersen hebt, dat je dat we zo tussen moet rijden, als je tussen die afgeloste renners komt, die van achter komen en je moet er gaan tussen laveren. Als ik die mannen bezig zie. Wat korte weg dan zijn namen. En de lange weg die ik aflegde om daarover te geraken, om terug vooraan te geraken. Dat, dat maakt natuurlijk het verschil achter zes dagen, ik heb nog met René Pijnen gereden. En ik durf ook nog zo traag niet rijden in de bochten. In Gent moet je echt wel ja, dat is drie ronden, weet jij dat ook, kenny. Uh, maximum hè. Dus twee ronden een half is eigenlijk beter dan uw ploegmaat terug bij u is. Dus ik reed er meer of drie ronden over. Dat kwam pijn bij mij. Het is drie ronden en niet meer, en zegt hij. Want ik kan je geen twee ronden of vijf ronden praven meer rijden of jij. Ja. Oei. Dan moest ik echt traag gaan rijden en op die verf mijn wiel wegschuiven en al. Oh. Hey, ik voelde mij echt, maar ik kan niet oh. weten waarover ik spreek. <tie> ja, ja, absoluut, absoluut. Hè? En, en daarom, daarom weet ik dat dat echt in Gent voor een grote mens niet gemakkelijk is. Nee. Maar het levert wel mooie verhalen op natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> maar ik ken net je zus wat ik zeg. Hè? Ja, zeker, zeker. Um... Als je daar een halve ronde langer moet rijden, ja. of, of de rest, nou, op het einde van de zes dagen worden dat wel gewaar. Hè? Ja. ja. Uh, ook de Europese kampioenen, ploegkoers, die uh, zijn erbij met uh, Kloegen en Reinhardt, de Duitsers. Niet onderschatten ken je die mannen? Nee, nooit onderschatten. Je weet, oh, je weet met die mannen nooit hoe, dat ze, uh, hoe dat ze toekomen. Um, Kloegen is een rare kornuit. Hij kan de eerste twee, drie dagen kan hij een rare, bleke indruk geven. En dan die laatste twee, drie dagen komt hij erdoor. En dan is hij soms, ja, is hij soms bijna niet meer te stoppen. Uh, ze hebben een geweldig seizoen gedraaid vorige, ja, voorjaar, zeg maar. Ze worden Europees kampioen en ze winnen direct de eerste en de tweede Nation Cup. Op het WK zijn ze een beetje door Thijs gezakt. Maar um, ja, ik denk dat uh, zij zijn ook echt wel heel 100% gefocust uh, naar die spelen aan het werken. In Gent, ja, ik denk dat iedereen wel eens de zesdaagse van Gent zou willen winnen. Dus uh, ik denk dat het voor hen ook stille aan het uh, moment wordt om, uh, om daar eens werk van te maken. Dat zou heel mooi staan op hun palmarès ook. Ze zijn trouwens ook al twee keer wereldkampioen samen. Dus mm -hmm. euh, ja, ik, ik zou het tof vinden mochten die ook echt euh, meedoen tot zondag voor de overwinning. Ja. ja. het is wel zo dat het belang van die openingsavond wel heel groot is hè, op dat vlak. Om de, ja, de waardeverhoudingen een beetje euh, bloot te leggen. Ja, dat enerzijds. Maar ook gewoon zoals Frank al zei: euh, de punten zijn zodanig belangrijk geworden dat je geen twee of deze kunt, euh, kunt veroorloven. Hè, maar je loopt, euh, voordat je het weet staat 100 punten achter hè. en dat is sowieso al een ronde. En waar ga je die gaan goed maken tegen die gasten die die, die piste die die pist in Gent binnen en buiten kennen? Um, die in die zes dagen al een paar keer gewonnen hebben. Die heel snel zijn in een en zijn 500 meter. Dus die blijven die punten consolideren. Dus probeer dat maar een keer op te halen. Hè. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Um, om de vergelijking dan met vroeger te maken. Vroeger waren de ploegkoersen ook veel langer. Hè. Ja, er werd boosom. veel langer geploegkoers. Daarom dat ook die wegrenners daar ook beter aan, 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 aan uit de verf kwamen omdat die, ja, die, die motoren en die, 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 die basis, zoals Frank zegt, van op de weg, nu is alles veel korter gebald en, en, en alles op snelheid. Hè. Dus um, het is, het is, voor een wegrenner die niet in, in het jaar actief is op de piste, is dat, is dat echt niet gemakkelijk meer om even de zesdaagse de zes van Gent te komen meerijden. Um, en... Als jij in, die, in de baanronde en in de 500 meter niet echt punten pakt, en in, in de Veilder en Gijs bijvoorbeeld, om, om die eruit te halen, die vorig jaar de baanronde dikwijls wonnen, mm -hmm. en dan de 500 meter tweede worden, dat is telkens 22 à 30 punten hè, dat die pakken per avond al zeker. Dus die kunnen dan in een afvalling zeggen, nu gaan we een keer rusten, maar jij moet daar dan je punten gaan inhalen. En dat heeft dan weer neerslag op de wedstrijd daarna. Dus, en, en, en dat is zes dagen aan een stuk. Dus die punten zijn zodanig belangrijk... Dat je inderdaad vanaf dag 1 moet met mes tussen de tanden staan en, en gaan. Hè. Ja, en nervositeit speelt ook een rol op dag 1, vertelde jij uh, ja, vooraf. Want uh, dat programma wordt zelfs op dat vlak een beetje aangepast. Ja, inderdaad. Uh, Christophe Sarku had er uh, ook mij een beetje te raden gaan van ja, wat, kunnen, wat kunnen we eigenlijk doen om, om die eerste dag iets veiliger te maken. Uiteindelijk hebben we dan besloten, of Christophe heeft toch besloten, om de ploegafvalling eruit te halen op, op dag 1, omdat dat, ja, dat komt voor die eerste ploegkoers. En uh, dat levert 20 punten op. Superbelangrijk. Alle grote teams willen daar ook altijd bij de laatste overblijven. Maar in het begin ja, kan niet iedereen nog 100% zijn plaats. Want er zijn ploegen die na de eerste ploegkoers voelen van we gaan een beetje moeten in de nevenonderdelen, Al zijn ploegafvalling, gaan we een beetje moeten uh, sparen en er misschien beter vroeger uitgaan, dat we wat krachten over hebben voor later in de avond. Uh, maar op die eerste dag denkt iedereen nog altijd terecht dat hij de zesdaagse kan winnen. Hè. En um, er zijn nieuwe ploegen, uh, renners die nog nooit met elkaar gereden hebben. Die moeten elkaar voor het eerst vinden. Nieuwe kleurtjes overal. Uh, dat brengt wel voor heel veel stress en chaos. Terwijl in een, in een, in een eerste ploeg zit alles veel meer op een lijn. In een ploegafval rijden ze meer op een bolke. Dus daarom is dat al een van de redenen waarom er geen ploegafval wordt gereden. En hopelijk kunnen we dat dan op die manier veiliger, uh, veiliger houden, ja. Ja, concreet voorbeeld, vorig jaar was het zo, eh, Frank, op de openingsavond, dat Ethan Heter daar uh, ja. onderuit ging in die ploegafvalling. Nou, heel spijtig natuurlijk, zo'n coureur die onderuit gaat een mm -hmm. Pas op, heeft dan ook de zesdaagse uitgereden, mm -hmm. maar dat was het al... Uh, men was gaaf vonden en zij het al ietsje minder uh, gemotiveerd om, om, om verder te doen en, en om u 100% in te zetten, maar uh, ja, dat is inderdaad, zoals Kenny zegt, dat is... In een afvalling rijden ze naast elkaar om er niet af te liggen. Dus ze rijden boven elkaar, naast elkaar. En dan moet je nog je ploegmaat aflossen. Ginter aan de balistrade. Ja, dat is, uh, dat is niet evident natuurlijk. Je moet wel echt elkaar goed kennen. Dag op gang zijt en dag op snelheid zijt. Waar zit mijn ploegmaat? Je moet kijken. En in de ploegjes is dat iets minder. Het is ook opletten van hier tot ginder. Mm -hmm. Maar het is iets minder of in de ploeg afvalling. Ja, want vallen op de piste dat is vaak met gevolgen. Ken niet, we zagen. Stijn Steels uh, vorig jaar, zeker, of het jaar voordien. Uh -huh. Kevin is ook het jaar dat jij afscheid nam. Ja. nam dat, was, uh, dat waren stevige valpartijen. Ja, klopt. Ik ja. moet wel zeggen, voor de vele valpartijen dat meestal valt het wel mee. Maar uh, het belangrijkste is gewoon wat het doet mentaal met u? Als je op dag uh -huh. één, het voorbeeld Ieten hater vorig jaar, dag 1 in een dagen zit en nog nooit gereden had, dat was voor het eerst dat je op het Kuipke rijdt. En als je dan direct al tegen, tegen het hout gaat. Ja, dat, 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 dat doet wel iets in je hoofd ook. En je gaat er wat meer gaan inhouden. Of zoals Frank uh, zei, meer die buitenweg gaan nemen. Niet, niet ergens tussendoor gaan kruipen. Meer meters gaan maken. Vertrouwen een beetje minder. En dan, ja, dat, dat, dat heeft direct uh, zijn neerslag op je klassement. Hè. Ja. We hebben ook nog Belgische duo's aan de start. Naast uh, de Veilder Gijs. Je haalt al aan van de Bosse uh, Hesters. Uh, en we hebben ook Noah van den Brande en Tuurdens Dens. Als volledig Belgische ploeg. Ken jij de bijnaam nog van Tuurdens, Frank? Um, ja, 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 wacht, zo. hoe was die nog? De Heeft... Turminator. Ja. Tur, de Turminator. ja, ja. ja. ja, 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 ja. Die, die pakt alle baanrondes en alle tijdritten, dat pakt hij bijna. Hè. Ja, vorig dus jaar de vier meter record gepakt. Ja, ja. ja dat is echt uh, een explosieve kerel. Is... Maar het is toch met wat tegengevallen. Ik heb hem op de weg een paar keer zien rijden. Zo met... dus het is een beer van de gast, maar toch die vol. ofwel gaat hij te veel op de piste gaan focussen en trendt hij te weinig om weg Wedstrijden te doen. Ik weet het niet. Ik denk dat hij nog een paar jaar nodig heeft om een beetje ja? echt die, 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 die basis uh, zodanig goed te krijgen om nog fris te zijn in de finale. Want je kunt wel rap zijn, maar uh, in een massasprint moet je natuurlijk nog overschot hebben om mee te sprinten ook. Hè. Ja, ja, want uh, het is positioneren, maar eens als ze dan de sprinters in recht zetten en, je, en jij moet blijven zitten, ja, dan, dan, dan schieten je ook niet op. Hè. Maar uh, Tuur is eigenlijk, uh, intrinsiek was dat eigenlijk een sprinter, maar dan meer type sprinter op de piste. Ja. Uh, zoals Harry Lavrijsen en uh, Jeffrey Hoogland uh, daar de toppers zijn. Uh, qua spiertype zou hij dat perfect kunnen, maar hij heeft toch de moeilijke weg gekozen om, uh, om, om het uithoudingsnummers te gaan doen. En uh, hij bewijst ook dat hij een goede keuze maakt, want hij neemt al twee keer een medaille uh, op een WK in de Scratch. Een ja. nummer dat hem op het lijf geschreven is. Maar uh, ik heb het toch wel zien groeien. En het is misschien nog niet 100% te zien op de weg, maar ik geloof wel dat dat nog gaat komen. Ik ben ervan overtuigd uh, met de. De, de, de waarden dat hij toch kan trappen, dat hij een profkoers op de weg zou moeten kunnen winnen op termijn. Dat is natuurlijk niet te gaan moeten bewijzen, maar uh, ik geloof echt wel in hem. En hij blijft progressie maken. Hij heeft dat gewicht ook niet mee, want ja, spieren dat weegt. Hè. Ja, dus, uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Als je een keer goed naar zijn benen kijkt, dat zijn echte beenespen. Dat is ongelooflijk. Hè. Hij is enorm, enorm krachtig. En natuurlijk, als er wat, wat, wat hellingen in zitten, krijgt hij dan ook wel bij de, ja, iets, iets moeilijker als anderen. Dus uh, ik hoop dat hij daar nog stappen op kan zetten en dan kan hij ook op termijn. Uh, op een ploegkoers uh, gaat hij ook gevaarlijker worden. Wel, het is daar dat ja. Als het in basis op de weg wat kan verbeteren, verbreden, ja. gaat hem zeker in functie van de piste zeer, zeer ten goede komen. Omdat hij in de nevennummers, zoals Kenny zegt, veel punten kan pakken. Als je dan in de ploegkoers meedoet met de kop, ja, dan kun je ook zesdaagse winnen. Ja, ja, ja. Absoluut. Het is eigenlijk een hele nieuwe generatie die ja, er al staat of nog uh, aan ja. het komen is. Uh, en het Kuipken is ook weer uitverkocht. De mensen willen die nieuwe gasten ook uh, aan het werk zien. Hè. Kenny, na jouw afscheid, na dat van Ilio vorig jaar, is ja, gaat tuurlijk. gewoon door. En terecht, hè, na Etienne de Wilde dacht ook iedereen: van, wat gaan we nu doen? Hè? Voor wie moeten we nu supporteren? En het jaar daarna hadden ze een antwoord al: hè, toen Ilio dan uh, uh, bij de profs zijn debuut maakte. En uh, dat, dat gaat nu ook niet anders zijn. Hè. Die, die, die gasten gaan wel het beste van hun eigen geven. En, uh, het blijft ook een soort van volksfeest. Hè? Je mag niet onderschatten dat er nog altijd. Wij gaan wel naar die koers gaan kijken, maar er zijn ook nog misschien de helft van de mensen. die hebben maar een helft van de koers gezien ook. Hè? Die, die gaan een pintje gaan drinken. En die brengen ook die sfeer. Dat, dat, dat hoort bij, bij dat evenement. En, uh, um, die, die gaan wel blijven uh, tickets kopen voor de zesdaags. En het is ook aan, aan, aan die jonge gasten nu om hun, hun voet naast. Uh, de, de, de betere renners te gaan, te gaan zetten en aan een, een Tour en een Noah. Uh, verras ons. Hè. Um, want Noah van den Branden is toch wel iemand die mij enorm gecharmeerd heeft al het laatste jaar. Die uh, rijdt uh, dit jaar een nieuw Belgisch record in de individuele achtervolging. Dus die jongen die kan vier kilometer keihard rijden. En dat zijn, uh, die heeft eigenlijk een profiel die wel heel gewild is op de weg ook. En ik ben ervan overtuigd dat Noah ook nog niet zijn potentieel bereikt heeft. Uh, je zou ook nog ergens een klikje mogen maken alle Lindsay de vilder. En daar uh, zit nog heel veel in die jongen. Dus uh, ik denk dat dat wel een koppel is die de eerste dagen heel vlot gaat meegaan. Het zal misschien net niet zijn voor het podium. Ze mogen mij met, met heel veel plezier verrassen. Maar ik zie ze niet weggereden worden de eerste dagen. Mm. Ik heb ze ook heel, heel intensief bezig zien trainen op de Cupcultur, even al de Champions League gereden de laatste weekend. Noah was elke training aanwezig, net als uh, Fabio van den Bossen. Dat is nu inside information. maar uh, Fabio had een rustweek, maar hij is wel twee keer op het cuip gekomen meetrainen toen ik sessies had. Hij heeft niet super hard getraind, maar hij zag al van: die is er 100% mee bezig. En, uh, Fabio is een heel, heel intelligente renner, een heel goed ploegkoersertje. Uh, dus uh, die gaat ook heel ver komen. Ja, samen met uh, Jules Hester. En Noah Van Den Branden, Die heeft in het verleden samen met Gianluca Pollefliet ook de belofte zesdaagse uh, ja. gewonnen en, en daarvoor spektakel gezorgd. Hè. Ja, ze hadden toen ook uh, alle barencords uh, gevestigd. Uh, ik weet niet van die, die op dit moment nog staan, maar uh, uh, zijn, ja, dat zijn twee jongens met heel veel snelheid. Gianluca heeft heel goed wegseizoen gereden ook. Ook iemand die stappen gezet heeft. Dus ja, het is echt... Uh, een beetje de zesdaagse van de vernieuwing, als we het zo mogen zeggen. Nieuwe, nieuwe namen die, die zich meer gaan manifesteren. Um, ja, to, ik, ik ben, echt benieuwd, ben echt benieuwd. En wie weet wordt een van die mannen wel de nieuwe chouchou van het Gentse publiek. Hè, ja, daar zitten we eigenlijk, uh, dat is mijn volgende vraag naar u. Ik niet, wie gaat er nu, na u en Ilio, wie is er nu de patroon van de zesdaagse? Ja, uh, goh, wie, uh, wie hebt jij op het zicht dat dat kan worden? Je ja. kent die gasten allemaal van dicht. Je uh, moet daar ook een persoonlijkheid voor hebben. Je moet natuurlijk een goede renner zijn in de eerste plaats, maar er moet altijd iemand zijn die het een beetje, als er een keer wat moet gediscuteerd dat het onveilig is, die bij de koersdirectie gaat en vraagt voor zus of zo. Ja. dat deed jij vroeger, dat deed Ilio ook. Wie is dat nu? Ja, uh, maar ik denk uh, in de zesdaagse wereld. Vroeger was dat ook. Er was ook echt een patroon, die, zoals je zegt, die, 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 die de, de spreekbuis was van de renners. Ja? Maar er zijn maar twee zesdaagse's meer, hè? Dus. Dat, dat landschap is zo omgegooid, dat bestaat amper nog, uh, het patroon gegeven. Uh, iedereen rijdt gewoon voor zijn eigen schel. Cadeaus worden helemaal niet meer gegeven. Um, maar het verhaal van de Shushuya was in de voorwaarden, hè? charisma Er zijn er wel een paar van die jongens die dat hebben. Hè? Ik, uh, ik hou wel van de flair van uh, Fabio Van Den Bosse en uh, een Jules Esters die wel uh, een beetje een ambiance erin wil brengen. Een uh, Robbe Gijs en Lindsay de Vilder zijn daar minder mee bezig. Die zijn echt gewoon uh, focus op, op, op de job hè, en performance gericht. Wat ook uh, uh, zeer mooi en, 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 en ja, respectabel is. Um, ja, als, ik, als ik Jules Julesters dit jaar op het podium zie eindigen, is dat hij misschien wel. Hij is ook man van Gent, dat is ook een voorwaarde. Hè. Uh, Robbe Gijs is een inwijkeling. Hij is een Limburger die al heel lang in Gent woont. Moet nu in Brakel. Lindsey de Velder uh, is oorspronkelijk van Laarne. Ook uh, een heilig dorp wat de, wat de piste rennen betreft. Net als Fabio van den Bos, Etienne de Wilde. Um, maar die woont nu in Anzegem. Speelt dat allemaal een rol? Ik weet het niet. Uh, laat het volk maar kiezen. Voor mij mogen ze ze allemaal even hard uh, aanmoedigen. En als ze het jaar daarna weer komen. Maar, ja, maar er je... moet altijd iemand boven staan. Ja, voilà, ja, ja, ja. Dat wil ik zeggen. Bij, bij, bij Etienne de Wilde, als hij demareerde, met zijn neus op zijn tube van voelde. Inderdaad. Volk, ja. hè? Ilio Kaisse, trok nu Willy. Ja. met zijn fiets op de piste. je deed ook zo'n een move dat hij zegt, wauw, dat is wel, wel tof, in volle ploegkoers. Hè? Ja. Als ze allemaal op blok zaten. Hè? Ja, dan zei hij voor mij, de man. Hè? Als je dat nog kunt, op die moment. En ik ben nu eigenlijk aan het wachten. Havik deed dat vorig jaar ook. Ja. Met, met de zo, Maar ja, dat is, dat is geen van Aston's. Ik wil een coureur van Aston's die dat doet. Daarom vraag ik aan Kenny, wie gaat dat nu worden? En blijkbaar is het ook voor hem moeilijk om te zeggen, dus... We zullen ja. zien dat er misschien iemand op staat nu. Inderdaad, inderdaad. Er komen twaalf uh, koppels aan de start in uh, Gent. En ja, we kunnen die allemaal volgende week uitgebreid uh, bespreken. Helaas is onze tijd hier nu beperkt om die <laughs> allemaal de revue te laten passeren natuurlijk. Maar dus de zesdaagse is integraal van start tot finish te bekijken op X-Sports, Dames en heren, van 14 november af dan uh, beginnen we eraan. Frank, jij zorgt dat je uitgeslapen bent? Ik zal het proberen. Oké, okay, ik ga jullie bedanken voor de komst. Kenny, veel succes. Vond je het leuk om eens een podcast te doen? Uh, ja, ik vond het zeer leuk. Ik vond het, zeer leuk. En, uh, ik vind het altijd interessant. Ik luister enorm graag naar Frank Zijn Stem. Ik ben zelf ook. Uh een halve hentenaar en ik vind, vind het fantastisch, omdat dat, het sluipt er altijd in. Hè? En ik hoor ja, het zo ja. graag. Ik probeer het weg te steken, maar het gaat niet altijd. Ja. <laughs> <laughs> maar ook ja, bij ons thuis uh, praten we dikwijls een keer. Proberen we echt wat gijns boven te halen. Uh, <laughs> ja, voor jonge gasten is dat niet dus ik vind het echt, ik, vind, ik vond het heel tof. Ja. Super. Okay, op die, super, die manier je je is erin. de toon gezet. U bedankt voor het kijken en of het luisteren naar deze podcast. En graag tot een volgende keer.